Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wacht een onderzoek af van de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAT, en doet daarnaast nog wat renovatiewerkzaamheden bij Hotel Babylon, waarin het ministerie onlangs haar intrek heeft genomen. AWJ-minister Stephen McAndrew zei vandaag voor aanvang van vergadering van de Raad van Ministers dat nog niet alles in kannen en kruiken is om alle afdelingen in het gebouw te huisvesten. Nog niet, we zijn bezig met CLAT om ervoor te zorgen dat alles volgens de comptabele regels geschiet. Want we willen op het laatst geen fouten gaan maken. Dus we wachten op advies van CLAT. Maar ik denk dat we binnen 2 weken wel zover moeten zijn. De minister zegt dat de goederen die in het hotel waren gedoneerd zullen worden aan sociale instellingen zodra het onderzoek van de CLAT is afgerond. Zodat alles op richtige wijze kan verlopen en we niet op het laatst fouten gaan maken omdat we te snel van die zaken af zouden willen. Maar we denken aan sociale instellingen. We hebben wat verzoeken gehad van tehuizen. We hebben ook wat verzoeken gehad van ministeries. Voor wat betreft huizen in het binnenland. We hebben verzoeken gehad van mensen die hun inboedel hebben verloren vanwege brand. En uiteraard ook het personeel heeft wat verzoekjes ingediend. Dus er is een commissie die daarna gaat kijken. Maar nogmaals, alles zal geschieden op advies van met samenwerking van CLAT. McAndrew zegt dat er niet met het ministerie van Sociale Zaken afgestemd hoeft te worden om de donaties te doen bij de sociale instellingen, omdat de verzoeken om de goederen die gedoneerd zullen worden rechtstreeks gedaan zijn naar het ministerie.